Ook het personeel van de regionale gezondheidsdienst, RGD, heeft het werk vandaag neergelegd. De werknemers hebben nog geen salaris over de maand juli ontvangen. Ook de vakantiegelden zijn niet overgemaakt, zegt vakbondsleider Robin Arendorp. Pas als de salarissen zijn uitbetaald, zal het werk worden hervat. De werknemers hebben om 12 uur de werkplek verlaten. De acties worden landelijk gevoerd. Ondanks goede afspraken tussen de directie van de RGD en het ministerie van Volksgezondheid zijn de subsidiemiddelen uitgebleven. Het ligt nu aan de regering om de middelen over te maken, zodat het personeel het werk kan hervatten, zegt Narendorp.